U weet, bij mijn aantreden hier hadden we, om even terug te komen op uw verhaal, hebben we alle bussen aan een quick scan onderworpen. En we hebben heel wat dingen gezien. We hebben ook heel wat verzoeken gehad. We hebben ook heel wat reacties gehad. Maar feit is, alle gevaarlijke bussen, voor zover ik het weet, zijn van de weg gehaald. Omdat wij weten dat zij schoolkinderen vervoeren. En indien er nog een paar van deze moordende voertuigen zijn, moeten we het doorgeven. En dan treden we zeker op tegen deze mensen. Want ik vind dat als een bus kinderen vervoert, dat kan ook jouw kinderen zijn, moet het in optimale conditie zijn. Op dat stuk hebben we ook een zero-tolerance beleid.